Overzicht krijgen in je e-mailberichten is erg handig. Zo kun je bijvoorbeeld berichten van bepaalde afzenders of onderwerpen automatisch laten verplaatsen naar een bepaalde map of in Gmail een bepaald label meegeven. In Gmail moet je dan filters maken. Hoe dat werkt, zie je in deze how-to. Ik ga op deze manier naar Gmail. En ik kies hier voor instellingen. Bij de labels kun je onderin een nieuw label maken. Je kunt een label eventueel onderbrengen onder een ander label. Ik gebruik straks het label voetbal en dat heb ik al eerder aangemaakt. Ik ga naar de filters. Hier maak je een nieuw filter. Als je wilt filteren op afzender, vul je bovenaan een afzender in. Je kunt ook een filter maken gebaseerd op de geadresseerde. Ook kun je een onderwerp invullen, of woorden die in het bericht voorkomen opgeven, of juist niets. Ook kun je berichten met een bijlage op deze manier filteren. En aangeven dat je chats niet wilt opnemen in het filter, en je kunt eventueel de grootte opgeven. Ik houd het hier alleen op de afzender. In de volgende stap geef je aan wat er met het bericht moet gebeuren. Hier geef je aan dat het bericht een label moet krijgen. Ik kies het label. Ik pas nu het filter toe. Als er nu een bericht van deze afzender komt, zie je direct dat het juiste label is aangegeven. Als je in het bericht op het label klikt, worden alle andere berichten met hetzelfde label gevonden. Ik pas nu het filter aan. Ik ga opnieuw naar de instellingen en klik op Bewerken achter het filter. Ik geef in de tweede stap aan dat het postvak in moet worden overgeslagen. Dit betekent dat het bericht direct naar het label Voetbal wordt verplaatst. Ik klik op Filter updaten. Ik krijg opnieuw een bericht van dezelfde afzender. Ik haal het bericht binnen. Je ziet dat er achter het betreffende label een ongelezen bericht is. Ik ga naar dit label en je ziet dat het bericht er is bijgekomen. Tot zover deze how-to over filters in Gmail.